Bij Bureau 360 zien wij advies als, als eigenlijk een instrument om de klant vanuit alle perspectieven te bekijken. Kijk naar financieel advies en je hebt het over accountskantoren, dan is de link naar fiscaal snel gelegd, denk ik. Fiscaal betekent ook dat het financieel gevolgen heeft, dus je moet altijd een mix van die twee bedenken. Juridisch is iets wat soms wel vergeten wordt. Als je iets fiscaal goed geregeld wilt hebben, heeft dat juridisch ook effect. Meestal staan die twee zaken haaks op elkaar. Maar wat wij heel veel zien is, wat vergeten wordt, is dat een advies of een structuur emotioneel gezien bij de klant moet passen. Wij zien bij ons kantoor dat wij heel duidelijk een splitsing aangebracht tussen de accountancy en de advisering. En waarbij we een aantal adviseurs in dienst hebben die soms ook gewoon geen accountant zijn. En die eigenlijk een generalistische insteek hebben. En dus heel breed kunnen kijken en willen kijken. En daar hoort emotie ook bij. Klanten laten wennen aan het feit dat advies ook betaald mag worden is best lastig. Wat wij eigenlijk doen is dat wij heel erg openstaan naar de klant toe. Om ook te adviseren, eens een keer een bakje koffie halen, eens een keer gewoon over koetjes en kalfjes praten. Dat hoort er allemaal bij. Dus zolang het iets oplevert voor de klant, is de bereidheid om ervoor te betalen, is er echt wel. Het leukste van mijn vak vind ik adviseren. Ja, dat is gewoon zo. Bedrijven zien, bij bedrijven langsgaan. Problemen oplossen is natuurlijk prachtig. Als wij in staat zijn om problemen op te lossen voor een klant, mooier kan niet.